We zijn weer hoor, met de eerste basta van het nieuwe seizoen. We gaan deze week hebben over Amsterdam. Want de kinderen van de Weidevogel willen weten waarom Amsterdam eigenlijk de hoofdstad van Nederland is. En verder gaan we met een speciale gast onderzoek doen naar de musea die je in Amsterdam kan bezoeken. Dat belooft een spannende aflevering te worden. Want er ligt heel veel geschiedenis en cultuur verborgen in de Amsterdamse musea. Maar ik heb alleen één probleempje. We moeten bij basisschool de Weidevogel zijn, maar ik kan het nergens vinden. Ik heb hier gezocht, ik heb daar gezocht. Maar nergens. Het moest toch in Amsterdam zijn? Maar we staan midden in een weiland. Ik hoop echt dat het goed komt. Waar is het? Zo man. Dat is de bekende BH-brug van Eiburg. En dit is een sloot waar wel eens wat kinderen invallen. En er kunnen ook in het Schellingwoude kunnen hierheen varen. Hey. Hallo. Weet u waar de Weidevogel is? Ja, die daar. Daar zitten wij op. Waar zijn we dan? Want we moeten op school in Amsterdam zijn. We zijn in Ransdorp. Dat is in Amsterdam. Ja, dat hoort bij Amsterdam. Ransdorp? Nooit van gehoord. Oh. Hey, maar bedankt. Ja. Doei. Doei. Dit was onze cameraman. Ik woon daar op een boerderij en we hebben een heleboel dieren. Ik woon in Schellingwoude, dus een stukje die kant op. Ik woon in Zunderdorp in een soort huisboerderij en dat die kant op. Wij wonen dus allemaal hier in een dorp en dat is best leuk, want het hoort allemaal bij Amsterdam. Veel mensen denken dat de dorpen uit Amsterdam zijn, dus je wordt ook heel vaak boer genoemd of zo. Maar niet iedereen is boer in een dorp. En ik woon dus in Zunderdorp en ik vind het heel erg leuk om in de natuur te wonen. En nu zijn we in de kerk. En je kan best hoog kijken. Allemaal die stenen zie je. En de kluis daar, daarboven, dat deurtje. Dat was een deur en daar zitten nog 3 deuren achter. Ik spring hier ook heel vaak slootje. In Zunderdorp springen we heel vaak slootje. Dat is met een poolstok. Dat is een soort grote lange stok. En dan ga je over de sloot heen springen. En je Al deze dorpen horen bij Amsterdam. Ja, allemaal. Daar is Zunderdorp. Ja? Dat is Durgedam. Mm-hmm. Daar is Holiesloot. En hier ligt Ransdorp. En al deze dorpen horen eigenlijk bij Amsterdam-Noord, maar we noemen het Waterland. En al die kinderen hier van die dorpen zitten ook hier op school, in Ransdorp. Oké. En daar ligt Amsterdam. De kinderen van de Weidevogel hebben vragen over de hoofdstad Amsterdam. En die vraag gaat Sonja in een filmpje beantwoorden. Nou, vraag maar. Waarom is Amsterdam eigenlijk de hoofdstad van Nederland en niet Rotterdam of Den Haag of zo? En wat hebben we er eigenlijk aan om in de hoofdstad te wonen? Even kijken. Hoofdstad. Belangrijkste stad van een land, van waaruit dat land meestal ook bestuurd wordt. Belangrijkste stad en bestuur. Maar de regering van Nederland zit in Den Haag. Waarom is Den Haag dan niet de hoofdstad? Of Utrecht ligt midden in het land. Rotterdam heeft een belangrijke haven. Goeie vraag. Waarom is Amsterdam eigenlijk de hoofdstad van Nederland? En waarom zit de regering dan niet hier? Ik heb hier afgesproken met Robert Pertesius. Hij werkt bij het Amsterdamse Historisch Museum en weet alles over de geschiedenis van Amsterdam. Dus hij kan me waarschijnlijk ook vertellen hoe het komt dat Amsterdam de hoofdstad is. Maar hij is een beetje laat. Misschien kan ik vast wat toeristen vragen. Ik weet nooit, misschien weten zij wat. Do you know what the capital of Holland is? Ja, de Heek. De Heek. What is the capital of Holland? Amsterdam. Den Haag. Ja, Den Haag, ja. Natuurlijk, Amsterdam, I think. It's not Den Haag, I hope. Meneer, hallo. Hallo. Do you know what the capital is of Holland? Capital of Holland? Je kan gewoon Nederlands met me praten. En volgens mij hebben wij een afspraak.
Jij bent Robert. Klopt. Den Haag heeft een regering. Ja. Amsterdam niet, maar het is wel de hoofdstad. Ja. Hoe kan dat? Nou, het is pas de hoofdstad sinds de 19e eeuw. Daarvoor was Amsterdam de belangrijkste stad van Nederland. En omdat Amsterdam zo belangrijk was, wilde niemand dat hier de regering kwam, want dan werd het nog meer de baas van het land. Dus toen hebben ze eigenlijk een dorp gekozen, want Den Haag, misschien zelfs nog een beetje vandaag de dag, maar het is heel lang gewoon alleen maar dorp geweest, het was niet een echte stad. En pas aan het eind van de 18e eeuw, toen zijn de Fransen naar Nederland gekomen. Toen de Franse keizer Napoleon Nederland had veroverd, benoemde hij zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van Nederland. Het was logisch dat die Lodewijk in Den Haag ging wonen, want daar zat de regering. Maar hij vond Den Haag beren saai. In Amsterdam was veel meer te beleven. Daar woonden de kooplieden. Daar kon je leuk uitgaan. Daarom ging Lodewijk in Amsterdam wonen. Hij nam de regering mee en benoemde de stad tot hoofdstad. Het stadhuis op de Dam liet hij ombouwen tot zijn paleis. En dat staat er nog steeds. Toen Lodewijk Napoleon hier de koning was geworden en zegt van ik wil me in Amsterdam vestigen, toen was het ook heel logisch als hij zich in Amsterdam ging vestigen, dus in het paleis hier op de Dam is gaan wonen, hè, stadhuis, toen paleis, dat ook de regering hierheen kwam. Nou, wat ik dan niet begrijp, nu is het juist weer omgekeerd, want dit is dan de hoofdstad, maar de regering zit er in Den Haag. Ja, nou, dat heeft weer met de koning te maken en het heeft te maken met onze koning Willem I. In 1813, toen kwam iedereen hier zo'n beetje in opstand en zei, we willen die Fransen weg. En het is ook gelukt, met de steun van allerlei andere landen hebben we de Fransen eruit geknikkerd. Willem I. Die kwam naar Nederland. En waar wilde hij wonen? In Den Haag. Want Den Haag? Ja, want er woonden al zijn voorouders hadden daar gewoond. De Amsterdammers, een hele machtige stad, die vonden dat nou eigenlijk niet zo leuk. En toen hebben ze met elkaar besloten een oplossing te vinden. Ze hebben gezegd, oké, koning Willem, ga jij maar weer in Den Haag wonen. En als jij in Den Haag gaat wonen, moet er natuurlijk ook de regering daar zijn. Want die moet met jou overleggen hoe dat land dan geregeerd moet worden. Maar wij blijven de hoofdstad van Nederland. Lodewijk Napoleon benoemde Amsterdam tot hoofdstad en dat is zo gebleven. Er zit hier weliswaar geen regering, maar het is toch de belangrijkste stad van Nederland. Maar als hier geen regering zit, waar kun je dan aan zien dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is? Wat maakt Amsterdam nou de belangrijkste stad? Weet je wie dat weet? Storen. Waaraan kun je nou zien dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is? Nou, kijk, het makkelijkste antwoord is dat Amsterdam de stad is waar Ajax is. En Ajax is de beste vereniging. En, wat ook belangrijk is, de koning of de koningin wordt in Amsterdam ingehuldigd. Als Willem-Alexander als die koning wordt, dan gebeurt dat in Amsterdam. We hebben het paleis op de Dam. Als er statiebezoeken zijn, dan vindt dat altijd daar plaats. Het monument op de Dam, het nationale monument. Amsterdam is de grootste stad. Het is al sinds eeuwen is het de belangrijkste stad van ons land. Er wordt heel veel geld verdiend. Daarom is het ook allemaal, al die prachtige grachten zijn er allemaal mee gebouwd. Nou ja, dat zijn dus een heleboel dingen. Daar kan je het allemaal aan zien. Mm-mm. En wat maakt het voor u Amsterdam zo leuk? Ja, dat is dat er zo verschrikkelijk veel gebeurt. Als mensen wat willen, dan komen ze naar Amsterdam. En daar bent u de burgemeester van? Zo is dat. En dan begrijp je dat ik daar ook akelig trots op ben. Voor mij is het duidelijk, Amsterdam heeft helemaal geen regering nodig. Het is een belangrijke en bijzondere stad en daarom is het de hoofdstad van Nederland. Ja, wat heb je eraan om in Amsterdam te wonen? Moet je kijken. Het is hartstikke mooi om te zien. Er gebeuren een heleboel leuke dingen. Sommige mensen zeggen dat Amsterdammers arrogant zijn. Er is echt helemaal niks van waar. Hey, ben je uitkijken? Sorry. Jeetje, wat een provinciaal. Zoals je net gezien hebt, is Amsterdam een grandioze stad met heel veel belangrijke plekken. Wist je trouwens dat er 58 musea zijn in Amsterdam? En daar liggen heel veel schatten verborgen. En die schatten vertellen heel veel over de geschiedenis en cultuur van Amsterdam. Straks na het nieuws, meer daarover. Stel je voor, kom je op school, mag je de les niet in. Dat overkwam 30 kinderen van het Brederoog College. Omdat hun ouders het boekengeld nog niet hadden betaald, mochten ze de klas niet in. Ik zou me wel schamen dat mijn ouders daar geen geld hebben. Maar ja, maar mijn ouders hebben nou eenmaal geld, weet je. Dus ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar voor de andere kinderen vind ik het wel heel erg jammer dat ze de lessen niet kunnen volgen. Het is niet de kinderen hun schuld, want hun kunnen er ook niks aan doen. Het is de schuld van de ouders, dus ja. En de kinderen krijgen geen les daardoor.
Dus daar lopen hun achter. Maar de kinderen zijn verplicht om naar school te gaan. Daarom helpt het stadsdeel een handje. Het stadsdeel heeft het boekengeld even voorgeschoten. Nu mogen ze in ieder geval de lessen weer volgen. Ze zijn behoorlijk geschrokken, de bewoners van deze straat in Amstelveen. Vorige week werden er in dit huis gevaarlijke stoffen gevonden. Hartstikke eng, want die stoffen kunnen als ze bij elkaar komen zomaar ontploffen. Daarom heeft de politie de hele buurt afgesloten. Mannen in speciale pakken zijn de hele week bezig geweest om de stoffen op te ruimen. De politie weet nog niet waarom de man al die stoffen in zijn huis bewaarde. Beschuit met muisjes, want deze zomer zijn er in Artis veel dieren geboren. En Basta ging op kraamvisite. En nou maar hopen dat ze volgend jaar allemaal broertjes en zusjes krijgen, want dan komen wij weer beschuit met muisjes eten. We gaan vanaf deze week iets nieuws doen in Basta. We gaan een onderzoek doen en daarvoor nodigen we elke keer een gast uit. Die gast neemt spullen mee die met het onderzoek te maken hebben. De gast stelt één vraag aan de kinderen en de kinderen moeten die vraag natuurlijk beantwoorden. En dat doen ze door middel van vragen aan de gast te stellen en goed naar de spullen te kijken die hij heeft meegenomen. Deze week hebben we Peter Saal uitgenodigd. Hij weet alles van Amsterdamse musea en hij heeft voor dat onderzoek ook museumschatten meegenomen. Nou, laten we gaan kijken. Ik ben Peter Saal. Ik ben museumconsulent in Amsterdam. Ik help de Amsterdamse musea. Ik geef ze adviezen, ik ondersteun ze. Ze vragen me, of soms denk ik, misschien zou ik dat museum wel kunnen helpen. Aan jullie worden 10 voorwerpen uit 10 musea gepresenteerd. En ik wil van jullie weten welk museum jullie het leukst of het interessantst vinden. En ik wil ook weten waarom. De lamp uit. Zit hier dubbel laag. Je ziet hier een vlammetje in. Dit. Kun je zo uitschuiven, kun je zo doen. Maar wat zou je, wat zou je met dat lampje doen? Gebruiken. Gebruiken misschien al die lampen. En ook misschien als je bezig bent. En bijvoorbeeld als je over de straten loopt en er is oorlog, dat je gewoon wat licht bij je hebt en dat je alles beter kan zien in het donker. En wat vind jij van het Verzetsmuseum? Nou, ik vind het wel, wel mooi. Ja? Ik wil er ook wel graag naartoe. Ja? En wat lijkt je zo interessant eraan? Hè? Nou, ik vind het moedig wat ze allemaal gedaan hebben, dat soort dingen. Ja? Dat was de schilder en daar is het museum naar genoemd. Dus, ja, het Van Gogh museum. Wat denken jullie van dat museum? Dat je daar zou kunnen zien? Je... Allemaal schilderijen van hem. Ja, schilderijen. Hij heeft veel geschilderd. Ja. Ik vind deze niet echt... Ik denk dat er wel mooier bij zit. Ja. Maar die kan toch vaak heel mooi. Ja, dus zoek maar uit. Kijk maar. Ja, deze. Die en die vind ik wel heel mooi. Ja? Best wel echt uit. Ja. Dit is dus het Rijksmuseum. En wat vonden jullie van het Rijksmuseum? Mooi. Ja. Ja? Kan jij vertellen wat je er mooi aan vond? De nachtwacht vind ik het allermooist. Waarom? Nou, hij is ook heel groot. Uh-huh. En ik heb een keer gehoord van de meester dat het ook met paardenpies. Met paardenpies? Ja, de gele kleur. Vertel eens. Ja, ik weet niet, dat maakt een speciaal effect. Oh, maakt een speciaal effect? Paardenplaats gebruikt hij voor gele kleur. Oké. Dat is heel apart. Het is een Joods meisje. En zij is volgens mij het langste Jood gebleven of zo. Ik weet het niet.
En zij was Joods. Ze heeft een heel bijzonder dagboek. Ja. Waarom is zij nou zo... waarom hebben ze allemaal dingen over haar gemaakt? Maar er zijn toch wel meer meisjes en zo. Ja, maar wat heeft zij gedaan toen ze daar zat? Ze heeft een dagboek geschreven. Wie van jullie is er wel eens geweest in het museum? Het Amsterdamse Historisch Museum? Dat was het weeshuis. En wat je hier ziet, dat is een uniform. Alle weeskinderen kregen dezelfde kleding, dezelfde jurk, dezelfde jasje en broek. Zodat iedereen kon zien. Wat kon je dan zien? Dat ze hetzelfde waren. Dat is hetzelfde. Dat ze weeskinderen inderdaad waren. Ja. Kennen jullie het Rembrandthuis? Ja. Ja? Wel eens wezen kijken? Nee, maar wel van gehoord. Nou ja, dan zie je dus ook de plek waar Rembrandt heeft zitten schilderen. En daarachter is een kamer en daar hebben ze nu weer allerlei dingen opgeborgen. Die heel bijzonder waren, die zo bijzonder waren dat Rembrandt ze in zijn schilderijen en in zijn tekeningen tekende en schilderde. Wat houdt dit in? Nou, het komt uit het Scheepvaartmuseum. Even kijken. Ja, je ziet daar dus een paar zeemonsters. Hè? Misschien hebben ze die gefantaseerd of zijn ze ooit eens iets tegengekomen wat erop leek. En er staan wapens in. En er staat natuurlijk altijd wie hem gemaakt heeft. Nou, er is ook een verhaal van Spijk, die was kapitein van een schip. Ja? En die zaten ze in de oorlog en dat ging niet goed. En toen heeft hij in het... waar had hij ingeschoten? Kruid. In het kruid, in het ruim van het kruid had hij ingeschoten. En toen plofte het hele schip. Oké. De kinderen vonden heel veel musea interessant. Top 4! De eerste is aan het Anne Frankhuis, de tweede is het Verzetsmuseum, de derde is het Scheepsvaartmuseum en de vierde is het Rijksmuseum. De burgemeester van Amsterdam heeft te maken met allerlei problemen. Wij leggen hier elke week zo'n probleem voor. We willen van jullie weten hoe jij dat zou oplossen als jij de burgemeester van Amsterdam was. Nu het probleem. In de zomervakantie kan je overal zwemmen in Amsterdam. In de zwembaden of de plassen. Dat is heel leuk, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Want elk jaar verdrinken wel een paar kinderen. Als jij de burgemeester van Amsterdam was, hoe zou jij dan voor zorgen dat er geen kinderen meer verdrinken? Als ik de burgemeester was, zou ik alleen de kinderen in ondiep water laten zwemmen. Dan zou ik ervoor zorgen dat er meer trapjes komen in de diepe grachten. Als ik de burgemeester was, dan zou ik bepaalde plaatsen laten bewaken en daar de kinderen kunnen zwemmen. Als ik... Je wordt dichter weer open. Ik zou meer toezicht laten houden op zwemwater. Ik zou zorgen dat iedereen op zwemles ging. Ik zou meer doen aan veiligheid op het water. Volgende week gaat Basten over stroom. En daar gaat natuurlijk ook de prijsvraag over. De Amsterdamse straten staan vol met lantaarnpalen. En die verlichten 's nachts ook de straten. En die werken ook op stroom. Maar let op, nu komt de vraag. Hoe gaat zo'n lantaarnpaal nou aan? Op iedere lantaarnpaal zit een aan- en uitknop. Elke lantaarnpaal heeft een tijdklok en reageert op licht. Elke avond drukt er iemand op een knop waardoor alle lantaarnpalen aangaan. Je kunt je antwoord mailen naar basta@at5.nl. En als je meer wil weten over deze aflevering of de lesbrief wil maken, ga dan naar onze website basta.at5.nl. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Hey, volgende week weer, hè? Yo, yo, yo. Yo, iedereen. Het is tijd om Amsterdam te representen. Amsterdam als hoofdstad, handelstad, wereldstad, geen gat. Zij die zeggen dat het niet zo is, ben ik zat. De vele culturen, muziek en allure. Toeristen komen van heide ver ons begluren. De grachten, de duiven op de dam. Maar Amsterdam is meer dan dat, man. We hebben van Waterland tot de Bijlmermeer. Ajax Arena, ook was dat niet voorheen de meer? Oké, hier hebben we geen regering, maar wie geeft er iets om? Want als je alles neemt op de som, kom je tot dit conclusie. Amsterdam heeft het, en dat is geen illusie. Thank you.
en dat is geen illusie. Oh!